Welkom bij de middagupdate van Infoplaza TV. Het is zeer stormachtig weer en grijs en bewolkt en de satellietfoto's laten dan ook een dikke wolkenmassa boven Nederland zien. Nederland is niet eens meer te herkennen, maar geloof me, het ligt eronder. Vanavond is het nog bewolkt, zijn er flinke perioden met regen en er vallen ook enkele buien met een kleine kans op onweer in het noorden. Verder staat er veel wind, langs de westkust is die windkracht 7 en neemt vannacht weer toe naar windkracht 9 en dat is een westerstorm. Verder nog steeds periode met regen en een zachte nacht, want de temperatuur ligt tussen de 8 en de 10 graden. Morgen overdag gaat dan heel langzaam de wind afnemen, maar in de ochtend is het nog wel grijs en nat. In de middag breekt misschien de zon door, maar kan er ook een onweersbui vallen. De temperatuur blijft hoog met 11 tot 13 graden. Zaterdag neemt de wind verder af, maar het is grijs en nat. Flinke periode met regen en 12 en 13 graden. Zondag blijft het nat, maandag blijft het ook nat. Dus, al met al, voorlopig grijs en zeer nat herstachtig weer. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsa.nl